Suriname heeft de kans om haar concurrentievermogen te vergroten en de economie te diversificeren. Dit zei minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vandaag tijdens de launch van de Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project, SCSD. De bewindsvrouw zegt dat haar departement flink gebruik zal maken van de potentie van het programma. Ze stelt dat Surinamers ondanks alle beperkingen in de economische crisis werken aan de toekomst. Het SCSD-programma komt volgens haar goed aan te pas in de huidige situatie. Het is bijna 1,5 miljoen, zoals de Wereldbank heeft geanalyseerd, 1,5 miljoen hectare aan landbouwgrond beschikbaar als daar een goede investering voor gemaakt zou worden om die optimaal te kunnen benutten. Nu gebruiken wij circa, schrik niet, maar 5% van onze potentie. Maar 5%, dus stel dat u 50 kilometer mag rijden op de weg naar Chanderij, hè, dan bent u nu 2,5 kilometer aan het rijden. Walden zegt verder dat organisaties zoals de Wereldbank analyses hebben gedaan van de Surinaamse economie. Uit de onderzoeken is gebleken dat er veel meer te halen valt uit ons economisch vermogen. Daarom is het SCDS-programma van volgens Walden een heel goede tool om de potentie omhoog te tillen. Een van de grootste beperkingen is onze wet en de regelgeving en de handhaving daarvan. Mijn collega van Natuurlijke Hulpbronnen heeft al wat gezegd over zoals het is geweest in de mijnbouwsector. De analyse heeft ook bewezen dat wij wat betreft onze regelgeving, wat we strekken van rechten, concessies, beschikkingen, noem maar, en de transparantie die daarbij vereist is en de inkomsten die in feite weer terug naar de staat moeten, zodat het volk, zodat inderdaad de natuurlijke hulpbronnen en de mogelijkheden van ons land inderdaad de gemeenschap ten goede komen, daar enorm veel werk aan te doen is. Dus zowel de wet en regelgeving, zoals die nu zijn en handhaving daarvan, maar ook dat moet veranderd worden. Walden stelt dat capaciteitstekort bij vele bedrijven in Suriname ook een grote rol speelt bij het benutten van de volle economische potentie. Er is volgens de bewindsvrouw veel werk aan de winkel dat met het SCSD-programma verholpen kan worden.